beste kijkers. Welkom bij de 21ste aflevering van Sassendom TV. Het even het duurt voordat deel 2 van de Oeletoeters klaar was. Maar hier is die dan. Als jullie ervan gaan genieten, gaan we verder met deel 3. En heren, beste Oeletoeters, beste gasten uit het hele land, Prins Hendrik II, voorzitter Gert Mingering en al die andere hardwerkende vertegenwoordigers van de jubilerende Oeletoeters. Voor jullie heb ik een allereerste van harte gefeliciteerd met dit geweldige jubileum, 44 jaar. En al die andere prinsenkabinetten uit het land hier vandaag aanwezig. Ik vind het toch te mooi om ze even op te noemen. Maar ik ben er wel trots op dat jullie naar deze prachtige noordelijke hoofdstad, de leukste, de smoekste, zoals wij hier zeggen, de gezelligste stad van Noord-Nederland zijn gekomen. De Europese carnavalsvrienden uit Amsterdam, de schuimtrappers uit Ankerveen, de CV zonder naam uit Arnhem, de pontcivielen uit Burgerbrug. Kronetjes wonen uit Hussen, de schuimlikkers uit Ankerveen, de pretpeuters uit Kudelstaart en de bond van carnavalsvereniging Lemberg. Dit maas op Lee. De Oeletoeters natuurlijk. De Olde Berenleut uit Stiens. De krottenkokers uit Wognum. Geliefde groentegebied. En de eilevers uit Zwolle. Hey! Die ken ik nog uit Steenwijk. Mensen, dit is bijzonder. Van harte welkom op deze bijzondere feestelijke dag. Insneek, de stad die binnenkort weer even omgedoopt wordt. Ik verheug me er nu al op. Tot Drabbelterp, waar Prins Hendrik II de scepter zal zwaaien in dit bijzondere jaar. We zeiden het al. 44 jaar, wat toch een mooi jubileum. Niet alleen omdat het 11 is, maar 4 keer 11 is toch wel even heel bijzonder. Want dan gaan we even terug naar 1 februari 73. Wat is het dus geweest dan? 73. Ja, dat is niet helemaal zeker, geloof ik. Nee. Maar we hebben er toch goed van gemaakt, toch? Ja, ja, ja. De min of meer officiële datum van de oprichting. En wat was dat toen voor een periode? Velen van ons. Als ik zo de gezichten zie, die weten dan al. Of je was echt kleinkind, of je was 10, of je was 20. Maar er zijn velen die dat nog weten. Maar het was ook toen een koude,
zwaar bewolkte dag. Weinig wind en de zon was er niet bij. Maar het was wel de tijd dat Ajax al 2 keer de Europa Cup had gewonnen. De derde keer nog moest gaan gebeuren. Daar word ik blij van. En dat, natuurlijk loopt dat altijd reacties uit. En dat de Leeuwen de Krant meldde dat er bij een bank, en dat zal Eddy wel deugd doen, hij is daar niet bij betrokken geweest, dat er bij een bankoverval in Enschede 118.000 gulden buit gemaakt was en dat op Ameland de duinen verbreed zou worden. Wie weet dat nog? Maar nou komt het gezellige deel van het leven. De Miro die begon te adverteren met barbecues die later zeer bekend zouden worden. En met dubbele graaien eten. En de SNV die gooide de Uno's groentesoep zwaar in de reclame. Maar wat gebeurde er nog meer? Kees Hordijk en Hans Berghuis kwamen met het idee om een carnavalsfeest te organiseren. En ze benaderden Eddy Mensink. En dat vind ik dan wel mooi om jou even op deze manier in het zonnetje te zetten. Want toen begon het balletje echt heel erg te rollen. Eddy, bedankt! De eerste jaren in Jeugdherberg, de Wichlerdam en later naar de foyer van Amositia. De carnavalsavonden werden steeds drukker bezocht en honderden snekers werden lid. En het bleef ook niet meer bij 1 avond. Het werd een volwaardig 4-daags carnavalsfeest dat duizenden bezoekers trok. En bij het 11-jarig jubileum kregen de Oeletoeters voor het eerst de sleutel van de stad overhandigd. In het begin nog wat onwennig, maar later met vaardige hand bestuurden zij de stad. Een traditie die tot op de dag van vandaag voortduurt. En een teken van het blijvende succes van carnaval en sneek. En dat mooie Zuidwest-Friesland, dat bent u nu met 2 carnavalsverenigingen. Sneek en Blauwhuis. 1 van de carnavalsenclaves ver boven de rivieren in het Friese land. Waar niet iedereen automatisch staat te springen bij het woord carnaval. Dus dat is eigenlijk helemaal de echte reden van de waardering en het succes. Dat dat al 44 jaar wel het geval is geweest. En er is ook bijna geen sneker die dan die dagen niet even denkt, ik ben ook drabbeld. En dat is heel mooi om dat te kunnen zeggen. En vandaag vieren jullie met z'n allen met tientallen gastverenigingen en hofkapellen uit het hele land het mooie jubileumfeest in de Stolp. Een prachtige gelegenheid waar heel veel mogelijkheden zijn en waar het ongetwijfeld een bruisende sfeer zal worden. Ik wil jullie dan ook namens het gemeentebestuur een fantastische dag toewensen. Nogmaals feliciteren met dit geweldige jubileum, met de betrokkenheid en de inzet. En niet alleen feest, maar ook al die andere goede daden die jullie gedaan hebben en die jullie blijven doen. Zuidwest-Friesland en de burgemeester ervan die kan zeggen, ik heb een prachtige stad met een geweldige carnavalsvereniging. En die jubileert en daar blijven wij nog jarenlang trots op. Op naar de 55 jaar. Hey! En bij een jubileum, en als je wordt toegesproken hier, dan hoort daar ook een cadeau bij. En ik wil de voorzitter, ik wil graag dat hij hier even heel dicht bij me komt staan, iets overaf. En dan krijg ik nu aangereikt. En dat hebben wij speciaal laten maken om toch ook als gemeente aan te geven hoe leuk wij het vinden ter gelegenheid van het 44-jarig jubileum aangeboden door het gemeentebestuur van Zuidwest-Friesland. Voorzitter! Nou mensen, dit was de bijdrage van de hoofdstad. De zomerhoofdstad van Noord-Nederland. Dank u wel. Hey. Die acties die koppelen wij altijd, tenminste de mensen betalen daar dan een paar centjes voor. Behalve ja. Burgemeester. Behalve burgemeester, die betalen daar niks Henk voor. Henk Jan doet niks? Nee, Henk Jan die wil ik ook niet. Ja, oké. Okay. Nee, want het is voor de leus is dan voor een tientje bij ons vriendje. Oké. Okay. Maar wij maken nu dus een erelid voor dit jaar. Maar niet geval. Dankjewel. Mooi. Ik zal mij even recht zetten. Nou, dan staan we dan. Zie, dan kan ik vast oefenen voor over 2 weken wanneer ik de stadsleutel kom ophalen. En ik denk, nou, dit staat hier wel, denk ik.
Dus dat helemaal hartstikke mooi. Nee, lieve carnavalsvrienden, wij samen met mijn gevolg, geweldig dat jullie er allemaal zijn. Net ook al wat ons allemaal overkomt nu hier in de Stolp, wat we zien, mooie woorden, lieve mensen, geweldig, iedereen hartstikke bedankt. En wij zullen elkaar straks nog zien. Ik kan niet beloven dat ik met iedereen persoonlijk een biertje ga doen, want ik denk dat ik dan rollend achterstevoren richting de Polonaise ga doen. Dus dat gaan we dus niet doen. Maar bij deze wil ik iedereen bedanken. Ook Duurtlopers, geweldig dat jullie er zijn en fantastisch. En nogmaals, dankjewel.
Dit was dan weer een heel mooi verslag van tot nu toe een mooie dag. Ik ben benieuwd naar deel 3.